Hoi allemaal, ik ga jullie laten zien hoe je in je huis of rondom je huis Jeu de Boel kan spelen. Wat heb je als eerste nodig? Je hebt nodig een plek waar je 5 grote stappen kan zetten. Ik kan mijn woonkamer gebruiken of bijvoorbeeld mijn gang of mijn tuin. Ik gebruik mijn afstandsbediening als markeerlijn. En ik gebruik, dat kun je voor jullie van alles zijn, een paaseitje als markeerpunt. Dus die leg ik ergens in het speelveld neer. En richting die kant ga ik gooien. Dit spel moet je eigenlijk spelen met minimaal 2 mensen. Dus vraag je broertje, je zusje, je moeder, je vader, je opa, je oma. Iemand die bij jou in quarantaine zit. Wat heb je nou nog meer nodig? Nou, je hebt nog iets nodig. Iets waarmee je kan gooien. En iets waarmee je er meer dan 6 van hebt. Dus bijvoorbeeld tennisballen, toiletrollen, onderzetters, kaarsjes of misschien zelfs wel schoenen. Hoe kleiner het is, hoe moeilijker het natuurlijk is om te mikken op de paasei die ik daar heb gelegd. Ik heb de onderzetters gekozen. En mijn partner krijgt eigenlijk deze onderzetters met het kleurtje. En ik krijg de losse. We hebben er allebei 6. En nu gaan we om de beurt proberen zo dicht mogelijk richting de paasei te gooien. Dus ik sta achter mijn lijn en ik ga proberen te mikken richting de paaseieren. Nou, die was een beetje ver. En dan is mijn tegenstander. De tweede manier is dat je niet alleen maar om de beurt gooit, maar degene die het slechtste voor ligt, die is aan de beurt. Dat betekent, als je nu naar het speelveld kijkt, dat betekent dat mijn partner met de bruine kleurtjes, die ligt er nu beter voor dan ik. Dat betekent dat ik dus nu nog aan de beurt ben met het gooien. En dat betekent ook dat als ik de hele tijd het slechtste blijf en mijn partner nooit inhaal, en dit gebeurt bijvoorbeeld, dan heeft mijn partner, ook al heeft hij er nog zoveel over, gewonnen. En dan kan mijn partner met deze nog extra punten behalen door ze nog dichterbij te gooien dan wat ik heb gedaan. Ik ben heel erg benieuwd waarmee jullie gaan gooien, waarmee jullie een baan maken in jullie huiskamer en wie jullie gaan inmaken. Succes! It's hard to breathe, but that's alright. Hush.